Of het is fucking smerig, of het is fucking lekker. Ik zie Martijn al eten. Yo, welkom bij een nieuwe Bonkers Extra. En je ziet het al een beetje, de bekende setting. Het is weer... Mooi zonnetje. Ach man, wat een weer hè. Normaal gesproken is het heerlijk, maar is het ook heerlijk als je het in de frituur dondert. Ik we hebben het over een frikandelbroodje. Heb jij nou een keer iets waarvan je denkt van hé, dat moet echt in de frituur? Laat het ons even weten. In de reacties. Ja, ik denk dat we gewoon patjes moeten maken. Ja. Nou, dan is dit al lekker verdeeld. Hoezo? Nee, het is veel te klein joh. Het ziet er al uit als een verrassing. Als je hiermee rondgaat op een verjaardag, denkt iedereen van wat de hel is dit? Nou, het ziet er wel gezellig uit op zich. Ja, best wel. Ja. Gewoon los een frikandel is wel lekker. Dus ik denk dat dit ook gewoon lekker is. Daar gaat ze. Op feesten en verjaardagen is dit hem, hè? Nee, dit is nee. Gewoon echt, jongen, je tante die loopt te smullen. En je oom loopt te schuimbekken. Het is ongelooflijk. Goudbruin. Helemaal goud kan je. Goudbruin kan je. Het ziet er heel vet uit. Lekker. Ik vind het best wel geslaagd. Of het is fucking smerig, of het is fucking lekker. Ik zie Martijn al eten. Ik kop stiekem, ik kop van je moeder, ik kop van je vader. Met je kinderen op bed. Ja, vind ik leuk. Goed, we hebben nog een andere leuke frituur zien, waarin wij echt een heerlijke ananas gingen frituren. Oh, dat was lekker, echt succes. Check even de video hier, of een infokaart, of in de video beschrijving. Ja, check ook even onze social media. Wij zijn Bonkers. En zien we jou de volgende keer bij een nieuwe Bonkers Extra. Later! De groet on! Rem jij ook af? Ja, neem even af ook gelijk. Maak gelijk even schoon. Wat lelijk dit, hé. Ik kom heel even om een frikandelbroodje te proeven. En vervolgens moet ik het helemaal schoonmaken en alles. Frituurvet moet ook even vervangen worden.